Het verhaal dat ik vandaag met jullie wil delen is mijn eigen verhaal, mijn ervaring met remotie. We zijn eind 2012. Ik ben sinds 12 jaar HR manager en we zijn in volle HR herstructurering. En op dat moment verneem ik dat het aantal senior managers in het team gaat verminderen en dat ik dus niet langer HR manager zal zijn, dat ik dus op zoek moet gaan naar een nieuwe functie. En vandaag ben ik, hoe paradoxaal dit ook mogen klinken, nog altijd heel dankbaar dat ik die ervaring heb mogen meemaken. En ik hoop dat ik met mijn verhaal ook mensen kan inspireren en ik hoop dat ik het taboe rond remotie op die manier een beetje kan helpen wegwerken. De eerste vraag die mensen mij dikwijls stellen is van welke emoties heb je gevoeld toen men jou dit heeft meegedeeld. En ik moet zeggen, er zijn heel wat emoties door mijn hoofd en door mijn hart gegaan. De eerste is natuurlijk, als je al 27 jaar bij je werkgever werkt en je krijgt dit horen, dan is dat uiteraard geen leuke boodschap. En of ik een beetje boos was tegen de beslissingnemers? Ja, waarschijnlijk wel. De eerste momenten toch. Er was wat ongeloof, er was wat weerstand. Er was natuurlijk ook wat angst van, oei, na al die jaren in dezelfde functie ga ik nog wel een andere functie vinden. Dus dat was ook toch wel een gevoel. Langs de andere kant was er wel geen verbazing. Ik was zelf HR-manager. Ik was dus zelf bewust dat de context aan het veranderen was. Dat het aantal senior-manager-posities aan het verminderen was. En ik had ook al zelf senior-managers begeleid doorheen dit traject. Dus helemaal verbaasd was ik niet. En heel snel ben ik overgegaan naar opluchting eigenlijk. Paradoxaal dat ook mogen klinken, maar ik begon plotseling te zien dat dit eigenlijk ook wel een opportuniteit was. Ik was al 12 jaar in dezelfde functie en ik deed die functie heel graag. Maar af en toe kwam er wel een stemmetje piepen zo van, vind ik nog wel mijn passie in die job van HR manager? En eigenlijk door dit concrete duwtje in de rug, ja, was ik wel verplicht om hierover na te denken en was dat voor mij eigenlijk een opluchting. En dan is er ook vertrouwen gekomen, vertrouwen dat het wel goed zou komen. Misschien ook vertrouwen in een werkgever die ik al 27 jaar kende en die mij ook heel veel challenges heeft gegeven doorheen al die jaren. En dus ik had het gevoel van, het komt wel goed. Dus ik denk inderdaad dat ik wel de hele rouwcurve ben doorgegaan, maar ik denk op een vrij snelle manier en ik ben vrij snel naar de positieve kant overgeheveld. Nu moeten jullie weten dat ik in 86 afgestudeerd ben als licentiaat Romaanse filologie en dat ik dus altijd wel iets gehad heb met leren en met mensen ontwikkelen. Daar lag eigenlijk echt mijn passie. En van bij mijn start bij de bank had ik altijd wel zoiets van, er is een departement Learning and Development of opleiding zoals dat toen noemde en ik ga daar ooit wel eens terechtkomen. Het heeft natuurlijk wel een tijdje geduurd. Maar toen ik dus mij werd aangekondigd dat ik niet langer HR manager zou zijn, dan had ik een aantal opties. En de eerste optie was natuurlijk om te zeggen van ik verlaat de bank. Maar langs de andere kant kreeg ik ook wel te horen dat er nog altijd vertrouwen was in mij. En dat sterkte mij toch wel. Ik kreeg ook de kans om met een outplacementbureau te gaan praten, om echt op zoek te gaan naar mijn sterktes, naar mijn talenten en naar wat ik graag zou doen. En dat heeft mij heel erg geholpen. Wat mij ook geholpen heeft, is dat ik plotseling de kans kreeg om mee te werken op twee projecten. Eén project rond inzetbaarheid, employability, en een tweede project rond het mee nadenken over een nieuwe organisatie, een nieuwe visie voor het departement Learning and Development. En ik kon het eigenlijk niet beter dromen, want dat waren juist twee topics waar ik echt wilde opwerken. En een beetje later kreeg ik dan te horen dat de functie Head of Learning and Development opnieuw in het leven werd geroepen. En ik kreeg die functie aangeboden. Het enige was dat het een functie was op een lager niveau, dus het was geen senior management functie meer. En ik heb die stap terug eigenlijk met plezier genomen, want eindelijk kon ik eigenlijk al mijn passies combineren in éénzelfde functie. Een andere vraag die ik dikwijls krijg is van, ja, maar
kwit met het financiële aspect, hè, in zo'n geval van de remotie? En dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Het is een zeer persoonlijke vraag die heel erg gelinkt is aan je persoonlijke drivers, aan je persoonlijke waarden. Nu, bij mij was er één ding zeker. Een job blijven doen waarin je je niet goed voelt, maar alleen voor het statuut of voor de financiële aspecten, dat is iets wat ik gewoon nooit zou doen. Dat is bij mij nu zeer duidelijk. Dat was al duidelijk, maar eigenlijk heeft het hele proces mij echt wel meer inzicht gegeven op wat mijn eigenlijke drivers zijn. Wat bij ING heel goed geregeld was, was dat ik meteen van bij de start ook een vergelijking kreeg van wat mijn looncomponenten waren als senior manager en mijn looncomponenten als senior manager af, zou ik zeggen. En dat ik dat heel duidelijk kon zien van op welke componenten ik ging verliezen. En voor mij was dat een aanvaardbare situatie, maar opnieuw, het is iets heel, heel persoonlijks. Wat pensioen betreft, dat is dan de moeilijkere vraag van, heb je daar al over nagedacht? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar, tot als ik de vraag onlangs kreeg, dat ik me daar eigenlijk nooit niet heel veel vragen bij gesteld heb. Maar ik denk dat mijn antwoord opnieuw hetzelfde is. Hè. Een job met een hoger loon en een hoger pensioen, maar waar dat je je misschien niet goed in voelt. Een job die je energie wegneemt en die misschien zelfs een impact gaat hebben op je gezondheid. Maar een hoog pensioen, wat ben je daar dan nog mee? Of anders een job misschien op een lager niveau, met een iets lager loon, misschien een iets lager pensioen, maar een job waar je echt goed voelt en waar je elke dag met plezier komt werken. Ja, voor mij is de keuze gewoon snel gemaakt. Maar opnieuw, ik wil hier ook niet moraliserend zijn en ik wil gewoon zeggen van iedereen moet dit voor zichzelf uitmaken. Uiteraard heb ik uit deze ervaring heel wat dingen geleerd en ik wil die ook graag met jullie delen. Niet alles werkt voor iedereen, maar ik hoop toch een beetje inspiratie te kunnen geven. Het eerste wat ik voor mezelf heb geleerd, dat is gewoon het feit dat ik veel sterker uit deze ervaring gekomen ben. Ik weet nu waar mijn sterktes liggen, wat de dingen zijn die ik graag doe en dat maakt mij gewoon sterker en dat geeft mij ook een veiliger gevoel naar de toekomst toe. En inderdaad, dat goed weten wat je wil, wat je sterkte zijn, wat je talenten zijn, wat je energie geeft, is eigenlijk iets wat ik iedereen aanraad om daar de nodige tijd voor te nemen, om daarover na te denken. Eens dat je weet welke die building blocks zijn, dan kan je ook beter zien waar je naartoe wil in je professionele toekomst.